9 personen mochten vanmorgen hun certificaat voor het succesvol afronden van de jongste opleiding tot luchtverkeersleider in ontvangst nemen. Deze opleiding kwam tot stand door de Suriname Air Traffic Controllers Association, SATCA, in samenwerking met het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. De groep bestond uit 12 cursisten. 3 krijgen nog een herkansing om de opleiding af te ronden. De 9 pas afgestudeerde luchtverkeersleiders gaan nu in een fase waarbij ze in de praktijk ervaring zullen opdoen. Volgens Cindy Toumin, hoofd Luchtvaartdienst Suriname, is het bekend dat er een tekort is aan luchtverkeersleiders en dat probeert het ministerie van TCT nu in te lopen. We zijn nagegaan, we hebben in principe ongeveer 85 luchtverkeersleiders nodig. We zitten nu bij 27 effectieve luchtverkeersleiders. En 9 erbij zal natuurlijk niet het tekort opheffen, maar het is een start. En we zijn blij dat het ministerie en de dienst de start is aangevangen om dat tekort dus op te heffen. Dus we hopen dus dat het zo door blijft gaan, dat we de opleidingen continueren, want dat is belangrijk binnen de luchtvaart, de continuïteit van de opleidingen, zodat wij inderdaad op een gegeven ogenblik dat tekort kunnen opheffen en optimaal kunnen functioneren en de veiligheid kunnen blijven garanderen. Clyde Sabayo, chef luchtvaartsdiensten, legt uit wat de taak is van een luchtverkeersleider. Die taken zijn niet zo makkelijk als wordt gedacht. De taak van de luchtverkeersleider is om in elk geval het vliegverkeer door jouw luchtruim veilig te begeleiden. En ook waarbij ook efficiëntie ook een rol speelt. Want efficiëntie en veiligheid gaan nu samen om een goede luchtverkeersleider te zijn. Dus de algemene taak is om het vliegverkeer veilig te begeleiden. Als je kijkt naar het aantal dat nodig is, we doen momenteel procedure control. We willen overstappen naar surveillance service. En rekening houden met die overschakeling dat wij ook dat ook in het trainingsplan hebben vervat. Minister Uraiki Tramsalan geeft aan dat deze opleiding na een periode van bijkans 7 jaar weer is opgestart. De opleiding zal voortgezet worden omdat het ministerie ervoor zal zorgen dat het tekort aan luchtverkeersleiders wordt ingelopen. De groep mocht op uitnodiging van de Chidijagan Internationale Luchthaven in Guyana van dichtbij de werkzaamheden te ervaren. Zo hebben ze dan mogen zien van wat wij nog meer zouden kunnen betekenen voor onze luchtverkeersdienst. Hier in Suriname. Dus 1, een nieuwe badge aan getraind personeel. En 2, dat we ook eraan hebben gewerkt om hun bezoldigingsreeks te corrigeren, aan te passen. En dat is ook iets waaraan de bond als de dienst dan heeft gewerkt voor zeker 3 tot en met 3,5 jaar om het uiteindelijk te realiseren. Ik feliciteer zowel de geslaagden en ik feliciteer ook de LVD dat we het uiteindelijk zover hebben gebracht. Wat is de bedoeling? De bedoeling is dat wij, en de training heet BATS 1, dat we het continueren met BATS 2. We kijken richting eind 2024, begin 2025, dat we ervoor willen zorgen om weer een nieuwe badge aan getraind personeel te introduceren. We hebben 12 cursisten gehad, waarvan 9 vandaag uiteindelijk hun certificaat hebben mogen ontvangen. De opleiding duurde bijkans 7 maanden en bestond uit theoretische en praktische elementen. Het ministerie hoopt aan het eind van het jaar met een tweede groep te starten.